Ik hoop antwoord te krijgen op drie vragen. Waar staan we als het gaat om het klimaat? Is het 5 voor 12? Is het 5 over 12? Of is het pas 11:30? Ik schrok zelf er een beetje van toen ik voor het eerst mijn kleinkind in de armen hield, dat ik ook een enorme zorg voelde van, joh, in wat voor een leven zie jij nu het levenslicht? Ik hoop dat we feiten en fictie goed van elkaar weten te scheiden vanavond, zodat we ook echt met z'n allen het gevoel hebben dat we wat leren. Voor mij ja, ook om te leren, ook om geïnspireerd te worden. En ik vind het heel interessant om die verbanden te zien en te kijken wat kan ik daar zelf mee. De techniek is er nu al. He, natuurlijk worden zonnepanelen efficiënter en windmolens ook en biomassa. Daar gaat het niet om. Met de techniek van nu kunnen we het oplossen. Als we naar een duurzaam Nederland willen of als we die klimaatverandering willen aanpakken, dan moeten we dat met elkaar doen. Dus zouden we eigenlijk extra aandacht moeten besteden aan de stemmen die nu nog weinig gerepresenteerd worden. Nou ja, in de notendop is eigenlijk dat we verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus dat we verantwoordelijkheid hebben, meer dan we normaal gesproken denken, meer dan ook comfortabel is om te denken, maar dat we die wel moeten nemen. Omdat wij ons zorgen maken over de toekomst, zeggen we eigenlijk dat nu levende generaties, die rijker aan het worden zijn, die zich vrij willen voelen, die willen kunnen consumeren, dat die nou maar een stapje terug moeten doen. Dan dacht ik van ja, dat is wel een ernstig probleem van communicatie. De mensen die in de toekomst geraakt zullen zijn, die kan je niet echt horen. Het is heel moeilijk om met de toekomst rekening te houden. De toekomst is er nog niet. Het is altijd heel erg makkelijk om te denken, ik doe hier zelf niet aan mee. Want ja, mijn buurman die eet bijvoorbeeld ook vlees. Dus waarom zou ik dan een keertje geen vlees eten? Iedere keuze die telt. Of dat nou gaat over fair trade, over iets positiefs voor het klimaat. Dus begin vooral met doen.